Moet je dit zien liggen dan ook? Ik lig dan lekker op de bank. Al ligt Lady zo lekker lang uit. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 12 februari 2022. Het is nu 11:45 in de ochtend. Ja. En wij zijn even druk bezig met de voordelen en nadelen voor Rob. Ja, maar wat voor de rest, dat ga ik u niet vertellen. Dat wil Ro zelf niet, maar ik mocht dat wel vertellen. Dus, maar ja. Wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier, want Rome moet vandaag wel werken. Dus ja. Op de sociëteit. Ja, precies. Dus ik ga even Rome hier me helpen. En dan zien jullie mij eigenlijk alleen vandaag. En de deur uit te komen kom ik vandaag niet. Nee, lekker rust houden. Dus dat komt goed. Dus heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe... Vlog. Vlog? Vlot? Hoe zei je dat? Vlog. Vlog. Goed zo, top. Nou, we zijn dus nu vragen aan het verzinnen. En voor mijn hoofdbegeleidster Karin en onze begeleidster Debbie. Ja. En voor het dagboek Agnes, waar ik nog steeds mee bezig ben. Dat zal altijd onder mij blijven, zeg maar. Ook al ben ik geopereerd eraan, ik zal het altijd blijven houden. Of en of ik nou geen pijn heb of wel pijn, het is en hoort bij me, zeg maar. Dus we gaan het meemaken. Maar ik heb een vraag aan jou, schat. Ik heb wat besteld voor jou. Wil je dat nu hebben of wil je dat op maandag hebben? Wil je dat nu hebben? Ja. Ja. Dan ga ik het even pakken. Ja, dan ga ik het even pakken. Ik doe wel eventjes een, eerst eventjes een... gordijn dicht, want anders zie ik helemaal niks. Dan is het lekker weer. Maar waarom heb ik nou geen zonnescherm aan de voorkant? Dat zou fijn zijn, zeg. De voorkant, een zonnescherm. Lekker. Lekker, lekker, lekker. Zo. Zien ze nog wat? Nee, niet zo heel veel. Nou, zal ik even wat open doen. Zo, pat. Zo. Oké, schat, heb je heel even. Ik heb hier een mooi pakketje voor jou. Mag je gelijk even openmaken in de vlog? Mag je openmaken in de vlog? Dus... Hè? Nog één ding op. Nee, dat heb ik net afgehaald. Wat denk je en wat erin zit? Een cadeautje. Ja, en wat denk je? Laat ze even schudden. Het is niet al te groot. Dat zou een enorm pakket zijn, maar het is ook niet die mini. Dat er de brievenbus kan. Okay. En wat hoop je en wat erin zit? Geen idee wat erin zit. Iets heel duurs is. Nou, dan ga je achterkomen. Niet en niet gelijk als spieken. Schij uit. Google Nesten. Hier wel. Weet jullie hoe dat is? Weet jullie hoe dat is? Het is maar voor hier. Alsjeblieft. Dankjewel. Weet je hoe duur dat is? Alsjeblieft. Dankjewel, maar weet je hoe duur dat is? Ja, natuurlijk weet je dat. Deze was behoorlijk in aanbieding. Behoorlijk in aanbieding. En dat vind ik dan weer fijn. Dit is de Nest 2 of wat? Dan niet bij. Dit is de 2. Daar heb ik nog zelf echt expliciet. Kijk, tweede generatie. Tweede. Oké, niet de derde. Dat is jammer. Nee, en de derde hebben ze niet. Dat zou wat groter zijn, zeg maar. Nee, die hele grote die is niet echt gewoon niet in te betalen. En de grote. Dat grote, zeg maar. Ik ga er tv op kijken.
die. Maar is leuk. Is leuk. En dan kan die jou ogen ook gewoon wekken. Ik denk het wel. Ik ga meenemen naar de zaak. Hoezo? Dat is leuk. Nee, doe eens even het hek open. Doe eens even dit. Nee, dat doet hij niet. Nee, dat is jammer. Maar ja, jammer hè. Maar pak hem uit. Ja, hij is al uitgepakt. Nee, uit folie. Kijk, netjes. Best netjes. Maar ga je hem dan wel nog unboxen als je thuis bent? Of moet ik dat dan meelopen als je dat gaat unboxen misschien? Maandag en zo, weet ik niet. Ja, maandag unboxen, bij Sjors. Nee, ben je thuis? Ja, ben je thuis. Ja, okay. Waar je hem ook neer gaat zetten. Slecht. Ga ik hem neer. Ja, misschien waar je wekker stond. En dat is wel een leuke wekker voor je. Want hij maakt je echt fijn en fijn wakker. Oké. Ja, waar ga ik hem neerzetten? Ja, waar ga je hem neerzetten? En jij hebt mij gisteren een leuke Valentijns cadeautje gegeven. Die laat ik jullie nog wel zien. Ja, en dus dit is ook zijn Valentijns cadeautje. Het is een beetje vroeg, ik weet het. Het is vandaag de 12e. Maar we hebben ook een hele mooie Valentijns cadeau van de buurman. Dus. Het is voor Valentijn, zeg maar. Ja, precies. Dus dit is 2 dagen voor Valentijn. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Dan ga ik neerzetten. Nou, waar je dus eerst jouw wekkerradio had, denk ik. Dat zou kunnen. Op een wekkerradio dan laten. Die heb je hier, die nieuwe. Ja, dan kan ik wel in de woonkamer neerzetten. Daar kan ik de hele tijd naar kijken. Ja, maar... S'nachts kijk je er niet naar. Dan kan je s'nachts natuurlijk verplaatsen. Ja, daarom. Kijk je uit met deze stoel? Ik had eigenlijk een nieuwe stoel moeten vragen. Bijna wel. Maar je bent er blij mee? Stiekem. En want deze, die in die kan jouw slapen en gegevens en registreren. Toch stiekem een beetje uitpakken. Toch stiekem even een beetje uitpakken. Oh, leuk. Oeh, dat is zo satisfying ook, hè. Dat is zo heel lekker. Ja, dat geluidje gewoon vind ik heerlijk. Oh, heerlijk, dat geluidje. Zalig. Oeh, hier, glimlach op zijn gezicht. Ja, niet hard, anders... Nou. Dus de zwarte, met de witte rand. Ja, ik denk dat is wel mooi bij jou ook. Want de tweede en generatie hebben ze namelijk niet in het wit. Ik wil gewoon dit. Nee, daarom. Zwarte. Ja, daarom, precies dat. Nou, doe normaal. Ook leuk van de keuken natuurlijk. Ja, die zit stevig, zeg maar. Het is verpakt, kijk maar. Ja, die is heel goed en verpakt, heel netjes. Ja. Netjes. Wat is er? Netjes voor vanavond dan. Hahaha, grappen maken. Ja, precies. Met 2 speakertjes en een microfoon. 2 microfoontjes en een speaker. Ik denk 2. Sensor. Ja. Ah. En voor je slapen. Oké. Okay. Je gaat ook naar buiten waarschijnlijk in de toekomst. Ja.
Of een, als dan jouw wekker gaat en dat je dan zo kan swipen van, hè, van ik wil even, ja, nog even niks horen. Doe maar over 5 minuten of zo. Weet je? Nou, ik zou zeggen, neem hem gewoon gelijk mee naar huis, straks, zo. Ja, dat snap ik, doei. Maar hoe blij ben jij? Ik denk dat ik er heel blij mee ben. Toch wel? Ja. Top. Ik zou ook al blij zijn met zo'n petje, security door. Zou ik ook wel blij mee zijn. Oké. Okay. Maar dit is leuk. Oké. Okay. Goed zo. Ik ben blij en dat jij er blij mee bent. Ja, snap je hem nog? Oké, okay. Goed zo. Zo, even naar het balkon toe. Nou zie ik de meeste wat. Kijk dan, hier ook staan. Waar gaat de baas nou weer naartoe? Hè? Die gaat werken, schatje. Maar jullie gaan toch zo meteen allemaal weer lekker naar binnen, want het is koud voor mij. Ja. Nou, rij voorzichtig. Hij staat nog goed, hè? En netjes, ja. Hij staat goed en netjes, ja, ja. Kijk, dan gaat hij draaien. Draaien, draaien, draaien. Gaat hij naar achteren, dan komt daar niks aan. Scheelt weer. Eén merken lelijk. Ja, nu wel. Twee auto's. Jee, joepie de poepie. En dan gaat de baas. Ja, oh, piep, 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 piep. Hi, Trace. Moet je dit zien liggen dan ook? Moet je dit ook zien liggen? Wat ga je doen dan? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat ga jij doen? Boe. Mm. Boe. Mm. Wat ga je doen? Wat ga jij doen? Zachtjes hè met mij. Zachtjes hè, dat weet je. Wat ga je doen? Wat ga je doen dan? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Doei. Dag. Nou, ik heb mijn moeder ook aan de telefoon. Lekker even gezellig. Ik heb Ro even wat geappt. Want, zoals jullie weten, dat is grappig. Heb ik dus hem dus een Google Home Nest Hub gegeven. Ja. Maar hij had hem dus mee naar huis. En hij doet wat eerder op de middag. Dan gaat hier wat aan. Zoals nu ook. Vind ik ook handig. Dat, en de, waarschijnlijk doet hij dat nu dan nu voor mij. Heb ik wel eerder gezegd. Dus. Maar dat geeft niet. Maar oké, okay, maakt niet uit. Of hij doet het hier omdat ik iets zeg. Maar oké, okay, heb gezegd. Maar dat geeft niet. Maar ik zal dat filmpje even erbij doen. Want toen had ik hem ook aan de telefoon. En ik had hem dus op niet luidspeaker. Maar er ging wel iets hier aan. Nou, geheid dat je dus nu ook zo meteen gaat lachen. Dus check dit fragment. En jij zegt het daar. En wat doet dat hier? En hier gaat het aan. En daarom heb ik jou op niet luidspeaker. En dan gaat hij uit. Ik lig dan lekker op de bank. Al ligt Lady zo lekker lang uit. Ja, dan heb ik hier nog een heel lief klein hondje liggen. Hello, Fly. En waar is je zus Beauty? Beauty, kom eens. Knuffel. Beauty.
Hi, wijfie. Ben je er ook? Hi, hi. Kom hier. Kom hier. Kom eens hier. Hi. Poepie. Kom eens hier, beauty. Dan niet. Beauty. Dan niet. Nou. Hi. Ik speel een beetje zus. Hi. Pupperepup. Puppie. Ja, en ik weet niet wat ik allemaal aan het kijken ben. Nee, dat weet ik allemaal niet. Ik vind het allemaal prima, ik vind het allemaal best. Ja, als ik maar een beetje op de bank hang, vind ik het goed. Zo, ja, ben wel moe. Dat wel. Ja. Ik heb lekker heel lang op de bank gelegen. Goedemorgen. Hi, Pippi, kom dan. Toen stond je mond open. Kom dan. Kom hier, kom eens hier, knuffie. Kom. Beauty. Oh, kom hier. Kom hier dan. Kom hier. Kom hier. Kom hier. Kom hier. Kom dan, geef dan. Kom dan. Kom hier. Kom hier. Kom dan. Pakken. Ja. Kom hier. Kom hier. Geef hier. Kom eens hier. Geef hem. Pak. Geef dan eens even aan mij. Geef het hier. Geef hier dan. Kom hier. Geef hier dan. Nou, dan lekker niet. Maar, omdat ik dus ook in het ziekenhuis heb gelegen. En daar dus ook, je weet het niet wat er allemaal rondgaat. Heb ik sowieso eventjes een test gedaan vandaag. Nu net, ja. Maar ik heb niks. Ik laat het jullie even zien. Wat tikke mooi. Ik ben gewoon negatieve. Oh, goedemorgen. Kijk. Maar even voor de zekerheid, omdat ik dus ook in het ziekenhuis ben geweest en alles. De afgelopen tijd is het wel voor handig. Hallo. Scherp. Is het wel gewoon even handig, maar jullie zien het. Ik ben niet positief. Niks. Dus dat is wel lekker. Lekker negatief. Ja. Omdat ik dus ook een operatie heb gehad. En als je een operatie hebt gehad, ben je toch wel een beetje vatbaar voor alles. Dus, maar nee, ik heb niks. En waarschijnlijk is dit ook gewoon mijn laatste test. Ja. Je weet het nooit. Waarschijnlijk. Dus. Dus kijken. Oh, mijn haar is één grote pluisbende. Kun je daar gaan? Oh, wauw. Dus ja, en vandaag heb ik ook niet zo'n heel leuk nieuws gehad. Er is iemand die Ro en ik heel goed ken. Die is helaas op de eerste kerstdag overleden. Ja, het is niet echt heel leuk nieuws. En ja, ik ga er ook verder niet helemaal de dieper op in. Want ik weet ook dat... mensen in het noorden mij ook volgen. Dat weet ik. Dus ja. Dus dat is Kilo Utrecht Tango. Ja. Dat is nog zachtjes uitgedrukt. Ja. Hé, Spido. Ja. Prut, prut, prut. Wat heb jij toch met mij, met dat gelik van jou? Fruitje kusje geven, zeg maar. Ja, dat vindt hij helemaal geweldig. Maar ik ga eventjes weer sluiten, want Ro die komt straks thuis. En ik ga even zometeen nog wat met vlog doen, even editen misschien. Even eentje inplannen, die heb ik al ingepland, maar ik moet nog even daar een thumbnail van maken, maar die zo goed gemaakt. Dus joh, dus tot. Ik ga morgen sowieso even een update geven over hoe ik me dus nu op dit moment voel na de operatie. Dat doe ik voor jullie, maar ook dus weer in een aparte video voor mijn dagboek Agnes. Dus morgen heb ik wat te doen. En ik zit dus nu op bed. Ik heb eigenlijk vandaag heel weinig gedaan dan alleen maar tv gekeken, een beetje slapen, tv kijken, een beetje slapen, tv kijken, een beetje slapen.
En ja, nu ga ik lekker de vlog afsluiten. En ga ik ook weer lekker slapen. Want het is nu, mag ik niet liegen, 2:30 in de nacht. Dus dat betekent dat ik rond een uurtje of 1:30, 2:00, zoiets rond, hoop ik, 12:00 zoiets wel weer wakker ben. Maar dat zien we dan wel weer. Het is weekend. Maandag is het er weer vroeg uit. Dan moeten we even iemand naar Schiphol brengen. Ja, en dan hebben we ook een hele mooie auto ter beschikking. Die jullie al hebben gezien van de week in de vlog. Ja, dus ik ga deze vlog lekker afsluiten. Dus vond je deze vlog leuk? Ik zou zeggen, vergeet hier beneden niet te abonneren. Doe het ook belletje aan. Die staat ernaast. Hier staat ongeveer het abonneren. Daarnaast staat het belletje. Dat zou heel fijn wezen. Dan staat hier ergens een duimpje omhoog. Doe die dan ook gelijk even aan als je toch bezig bent. En laat gelijk even een reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog. Dus ciao. Tot morgen.